Maar wat we vaak zien bij jongeren is dat ze vooral geld terugkrijgen. Zelfs mijn zoons, ik heb 3 zoons. En de 2 daarvan die hebben dit jaar voor het eerst aangifte gedaan. De 1 die kreeg zelfs meer dan 100 euro terug. Dus die was heel erg fijn. Het ziet er nou uit dat wij aangekomen zijn bij de Belastingdienst. Het is helemaal daar zo. Heel erg benieuwd wat ze allemaal te zeggen hebben. Waarom moeten wij eigenlijk belasting betalen? Iedereen in Nederland moet belasting betalen. En jongeren die hebben ook op verschillende manieren te maken met het betalen van belasting. Bijvoorbeeld als je wat koopt in een winkel, daar betaal je al een soort van belasting over. Dat zit erbij in. Nou, wat we daarmee doen, dat geld komt bij de overheid. En die belasting die gebruiken we om wegen aan te leggen, om te zorgen voor onderwijs, dat de politie zijn werk kan doen. Maar wat je aan de andere kant ook ziet, is dat iedereen in Nederland, bijvoorbeeld ook jongeren, een bijbaantje hebben. En op dat moment ook belasting betalen omdat ze aan het werk zijn. Ja. De werkgever die houdt dan belasting in. En het kan wel heel aantrekkelijk zijn om eens te kijken of je dan niet te veel betaalt. Waardoor je eigenlijk belastinggeld terug kan krijgen. Nou, dat kan iedereen doen. En dat kan iedereen doen tot 5 jaar terug. Ja, serieus. Okay. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het terugkrijg? Dat kan 11 jaar sowieso in de periode tussen 1 maart en 1 mei. En wij hebben al heel veel informatie vooraf ingevuld. En daar staat waarschijnlijk dan ook de informatie in van het bijbaantje wat je hebt. En dan kan je gelijk in het aangifteprogramma zien of je geld terugkrijgt of dat je bij moet betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in contact kom met de Belastingdienst? Nou, het is al heel leuk dat jullie hier zijn. Nou. En daarnaast hebben we natuurlijk een website, www.belastingdienst.nl, maar ook www.toeslagen.nl. Maar we zijn ook bereikbaar via Facebook of via Twitter. Dus er zijn allerlei manieren om ons te bereiken. Meneer, moet je 3 tips van mij hoe je snel geld kan verdienen? Spullen verkopen. Ja, spullen verkopen. 100%. Minder geld uitgeven, denk ik. Ja. Geen boodschappen doen als je honger hebt. Hè? Mm-hmm. Dan koop je altijd te veel. ZZP'er worden. Mm-hmm. ZZP'er kan je met flink extra geld mee verdienen. We zijn een internetbedrijf. Yes. We verkopen domeinnamen en webhosting. Mm-hmm. We zijn op veel meer domeinen nog actief. Oké. En hoe blijf je financieel gezond als bedrijf? We kijken gewoon elke dag naar hoe staat de winkel ervoor. Dus op dagbasis weten we hoeveel komt er binnen versus hoeveel geven we uit. Het spel is natuurlijk dat je uiteindelijk moet zorgen dat er meer binnenkomt dan je uitgeeft. Ja, dat is financiële gezondheid. He, want uiteindelijk win je nooit in je eentje. Dus het is ook uiteindelijk zoek je mensen om je heen die met jou meegeloven, waarbij je kennis kan opdoen en waarbij je dus ook kan zorgen dat je met elkaar gaat groeien. Doordat je gewoon blijft zoeken en op een gegeven moment iets vindt waar je merkt van hey, hier zit wel tractie in, dit gaat groeien. Dan moet je doorzetten. Dan moet je vooral zorgen dat je, blijft volhouden. Dus je echt wil gewoon doorgaan. Ja. Gewoon je hart volgen. Je hart blijven volgen, zeker weten. Ja. Elke maand hou ik bijna niet meer over. Ik wil heel graag weten hoe ik rond kan komen. Het zijn 4 dingen die je moet doen. Nou, vertel eens. Check je saldo, regelmatig. Mm-hmm. Maak een planning van allerlei dingen die je van je weet, dat moet ik gaan betalen. Ja. Spaar. Sparen. Sparen. Ik wil uitgeven. Om te kunnen uitgeven moet je eerst sparen. Aha. Ja, klopt. En bewaar je spullen goed en overzichtelijk, zodat je weet waar al jouw belangrijke papieren zijn. En stel je voor, mevrouw, ik hou me niet aan de regels die u net zei. Wat zou er dan gebeuren? Als je die 4 vuistregels, die helpen je dus heel goed. Ja. En als je die minder of niet doet, dan kan het zijn dat je op een gegeven moment niet meer weet wanneer bijvoorbeeld iets van je rekening wordt afgeschreven. Dus dan denk je, ik heb nog, er staat nog 500 euro op mijn rekening. Dan ga je enorm shoppen, maar dan blijkt de volgende dag dat toch de huur betaald moest worden. Dan gaat dat niet. En dan, want dan is je, je mag niet rood staan, dan kan dus ook dat die huur kan niet af. Ja. Nou, dan krijg je een aanmaning van de verhuurder die zegt, je hebt de rekening niet betaald. Ja. Je hebt een betalingsachterstand. Mm-hmm. Je moet wel nu gaan betalen. Dus dan krijg je allemaal gedoe.